Maar, beste jongens en meisjes, dames en heren, opa's en oma's, neefjes, nichtjes, broertjes en zusjes. Welkom in mijn nieuwe huis. We hebben het dak eindelijk af. Yo, gamefans van Nederland en omstreken, welkom bij een gloednieuwe aflevering van The Force hier op Cortex Gaming. De vorige keer hebben we opnieuw, zoals de afgelopen afleveringen, non-stop ruzie gehad met de lokale bevolking hier. Ze vinden ons duidelijk niet meer lief. Ik wil gewoon mijn huisje af kunnen bouwen. Ze laten ons gewoon niet met rust, de hufters. Ik zit precies tussen weet ik hoeveel dorpen in. Ik durf te wedden dat als het nu licht zou zijn, ik gewoon ergens wel eentje zie lopen. Ik hoor ze zelfs. Ze zitten gewoon weer hier beneden. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eventjes slapen. Ik wil vandaag in ieder geval wel verder gaan bouwen aan ons dak. Ik hoop dat ik daar de kans voor krijg. Want het is echt fucked up lastig met die klerenlaaiers de hele tijd in de buurt. Kijk, daar ligt er één. Prachtig. Lekker te zonnen. Tenminste. Hij is al bruin. En rood. Van het bloed. Hehehehe. Mijn schuld. Oh ja, de vorige keer sprong er hier ook eentje op. Ik dacht dat niet kon. Maar oké. Okay. Even kijken, ik ga de boel hier even repareren. Ik heb 6 lorks nog nodig. Ik zie nu niemand. Dat is goed. Maar voordat we dit gaan doen, gaan we eerst eventjes wat armor verzamelen. Want daar waren we vorige keer mee bezig. En iedere keer als ik weer armor heb gevonden, dan komen die hufters en die slaan me weer net zo lang tot ik mijn armor weer kwijt ben. En dan moet ik weer overnieuw beginnen. Dit spel begint op Ark te lijken. Echt van, oh, we hebben dat nodig. Oh, maar voor dat hebben we dat nodig. En dan hebben we dat nodig. En dan moeten we dat eerst doen. Ik heb honger en dorst. Ik heb ook niet zoveel eten en drinken meer dankzij al dat gevecht. Ik heb geen snackbars meer. Snackbars, doe ik het weer. Ik heb nog wel veel vlees, dus dat scheelt. Even kijken. Armor doen we gelijk aan. Huppakee. Hoor ik nou weer wat? Laat me gewoon even voor een aflevering alleen, wil je? De eerste 3 afleveringen. Geen fucking kannibaal gezien. En nu dit. Jullie weten ook niet wat je wil, hè? Laat me gewoon lekker met rust bouwen. Ja, ik wil ze helemaal niet slaan. Ik wil helemaal niet vervelend doen. En ze helemaal de tyfus in mappen. Jawel hoor, ik vind dat stiekem eigenlijk best wel leuk. Het houdt het spel spannend. Laat het zo zeggen. Maar weet je, ik wil ook gewoon even rustig door kunnen bouwen. En daar kan ik die gasten hun hulp niet bij gebruiken. Althans, ik kan hun hulp er best wel bij gebruiken. Als ze daadwerkelijk zouden helpen. Maar het enige waar ze mee helpen is het slopen van mijn spullen. En daar hou ik dan weer net niet van. Hey, Spin. Hi, Spin. Bambi. Daar is Bambi. En ik wil Bambi slaan. Waarom mag ik Bambi niet slaan? Het ziet er wel vet uit zo, ons huisje daar. Het ziet er echt fucking vet uit. Zijn er nog lizards? Hallo? Lizard met een zelfmoordwens. Nee. Allemaal op. Heb ik ze allemaal opgeslagen? Kan niet. Come on. Lizards. Er zijn echt geen lizards meer. Ik snap ook nog steeds niet waarom ik trouwens mijn bijl niet kon upgraden. Normaal kon ik hem altijd non-stop upgraden. Nou verdween ineens heen. 1 hele rij met tanden en kan ik hem niet meer upgraden. Geen idee. Als trouwens mijn huis een beetje klaar is en ik heb de boel een beetje ingericht en we hebben wat leuke spulletjes. Dan wil ik misschien iets van een muur neerzetten. Een grote muur om mijn landje gaan bouwen of zo. Of ik wil daar wat valletjes neer gaan flikkeren. Zodat ze iedere keer daar gewoon inlopen als ze er zijn. Want ik zie ze daar iedere keer voorbij lopen. Ai, arm. Dank je. Ik zie ze iedere keer voorbij lopen. Dus ik denk dat als daar wat vallen zullen staan, dat het best wel nuttig zou kunnen zijn. Maar het enige wat ik nu zoek is armor. En ik kan het niet vinden, godverdomme. Waar de fuck zijn die lizards? Ik moet hier eigenlijk niet naartoe lopen. Het is zo fucking dangerous hier. Die grapjes kunnen echt ieder moment opduiken hier. Wat doe je hier, Jan? Ga weg! Nou, ik heb in ieder geval weer wat armor. Ik ga het eventjes aantrekken. Ben jij een lizard? Nee, je bent een vogel. Fuck off! Veren genoeg. Hoorde ik ze weer? Ik weet het niet, man. Er liggen echt zoveel fucking lijken en effigies hier dat ik gewoon niet meer weet wat er nou bij me hoort en wat niet. Ik snap er de ballen niet meer van. Maar oké. Deze kunnen we trouwens voor mij afmaken nu. Nope, we hadden die af kunnen maken. Yep, en nu niet meer. Oké.
Want wat hebben we nog nodig? Steen. Hier heb je steen. En alleen nog stokjes. Oh, we kunnen wel wat stokjes gaan halen, denk ik. Toch? Zijn hier wat stokjes? Heb jij een stokje? Nee, ik wil stokjes. Waar vind ik stokjes? Oh, ik denk de hele tijd dat ik ze hoor nu ook gewoon echt, hè. Ik ben alert op fucking alles. Ik krijg gewoon een volledige begraafplaats aan van die klerenleiers. Ja hoor! Ik wist het! Weet je, ik heb iets leuks voor je. Ik zet mijn Bijbel even in de fik. En nu zie ik gelijk geen fuck meer. Dat was nuttig. Kom dan. Weet je, ik heb trouwens tussentijds de afleveringen door niet gesaved. Misschien is het slim om dat even te doen. Ik heb namelijk al een hele tijd niet meer gesaved. Zo, nu hebben we in ieder geval weer gesaved. Hey, cool, ik kan mijn bijl gewoon weer een tweede keer aansteken. Dat hebben ze gefixt dus. Maar dat weet ik nog wel, de vorige keer van de hele tijd terug dat ik speelde. Ja, ja, ik zie jou wel. Dat ik iedere keer als ik mijn bijl wegdeed, ik een nieuw doekje omheen moest doen. Om hem weer in de fik te kunnen steken. En branden zal je, dat je bitch denkt dat je bent je moederzoon. Dat was het meest gecompliceerde scheldwoord dat ik ooit heb gedaan. Ik snap er even, maar dat maakt niet uit. Heb ik nou stokjes genoeg? Ik had hier stokjes voor nodig, toch? Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog twee stokjes nodig. Nou, dan hak ik wel wat van hun weg. Hoppa. Heb ik nou stokjes genoeg? Ik weet niet hoeveel stokjes erin zaten. Ik zag het niet. Nee, natuurlijk niet. Je hebt nooit stokjes genoeg hier. Fucking helzooi. Ha, lig je dan, hè? Verbrand dan in je eentje. Jij bent geen stok. Heb je stok nodig? Oké, maar ik kan er dus één goede vuurdreun mee geven. Als ik een... ik heb een stokje. Ik kan dus één goede vuurdreun met mijn bijl geven. Dat is dan wel weer jammer. Ik had gehoopt op een beetje meer actie. Maar ja, nogmaals. Het is beter dan niks, hè. Oké, ik heb hier een effigy. Die kan ik eens op zijn minst even in de fik zetten. Dan kan ik hopelijk even wat boompjes om gaan hakken. Want ik ben het nu echt zat. Dat fucking dak moet er gewoon op. Ik wil gaan kijken hoe ik het in kan richten en zo, weet je wel. Met allemaal leuke decoratieboekjes. Ik hoor voetstappen. Ik hoor fucking voetstappen. Ik hoor de hele tijd fucking alles. Wordt zo niet goed van dit spel. Het grappige is volgens mij de voice actor die de zinnen heeft ingesproken, of de geluiden heeft ingesproken van je eigen personage, is dezelfde die de personages, of die de kannibalen heeft ingesproken. En that's fucked up. Want ik kan mezelf af en toe niet onderscheiden van het fucking geluid van die kannibalen. Echt irritant. Maar ik heb 6 logs nodig. Dat is niet heel erg veel, dat moet ik met 2 boompjes kunnen doen. En als je godverdomme blieft, laat me dat ook met 2 boompjes doen. Please. En sidestep. Oh. Niet zo hoog springen, is nergens voor nodig. Oké, we gaan dit lopen doen. Ik weet het, we zijn sukkels, we moeten dit niet doen. Ik moet trouwens mijn armen aantrekken, dat vergeet ik bijna. Zo. Dat zijn er 2. Ik ga even mijn armen aantrekken. Dat was niet veel, ik dacht dat ik meer armen had. Maar dat heb ik dus blijkbaar niet. Er vliegen daar telkens stukken stenen en rotsen. Let op zijn... Oh shit! Oh snap! Oh crap, ik zag ineens dat ik op een van die grapjes afliep. Ja, wacht maar even jongen. Zo. Zetten we hem even in de fik. Kom maar pussy. Je bent alleen toch? Ik heb een fucking effigy neergezet. Wat heeft dat voor fucking zin? Als die klerenlijst toch in de buurt zijn kunnen komen, dingen ze. Hij deed stoer en toen sloeg hem op zijn achterhoofd. Dat was best wel komisch eigenlijk. Maar wat hebben die effigies voor fucking zin? Als ze er toch doorheen kijken. Het lijkt alsof het ze zelfs aantrekt, man. Oeh, stukje armor. Dank je.
Nee, het lijkt wel deels alsof het ze aantrekt op een of andere manier. Waarom maak ik die fucking effigies dan nog? Is dat veranderd of zo? Dat ze geen bereik meer hebben? Of zo als je... Als ze al weten dat je er zit? Want volgens mij weten ze duidelijk dat ik hier zit. Uh-oh, ik ben moe. Niet goed. Moe zijn in dit spel is niet goed. Alles in dit spel is niet goed. Dit is gewoon geen goed spel. Althans, het is een fucking goed spel. Dat wel, maar... Oh, alles is zo... Nasty. Alles is gewoon... Bleh. Gewoon... grom. Dat soort shit. Maar, beste jongens en meisjes, dames en heren, opa's en oma's, neefjes en nichtjes, broertjes en zusjes. Welkom in mijn nieuwe huis. We hebben het dak eindelijk af. Het heeft iets van 3 of 4 afleveringen gekost. Ah, hier erger ik me dood aan. What the fuck? Wie heeft dit ontworpen? Welke sukkel heeft dit ontworpen? Ik wil nu zijn cv zien. Dat was ik, hè? Of niet? Oeps. Ik weet ook niet waarom ik mijn cv wou zien. Maar oké, we hebben in ieder geval... Oh, fuck. Dit ziet er toch niet uit, man. Dit slaat nergens op. Maar oké, het is in ieder geval deels dicht. Physics be damned. Maar oké. We hebben in ieder geval een dak. Boven ons hoofd. En dat scheelt. Dan gaan we nu ons boekje erbij pakken. En dan gaan we eens even kijken wat we allemaal hier binnenin gaan zetten. Want nu kunnen we... Nu komt het leuke gedeelte. Wacht, voordat we het boekje erbij gaan pakken. Candy grappies. We doen hem even op slot. Nee. B. Die doen we. Oké, nu kunnen we gaan kijken wat we hierin gaan zetten. Wat voor coole, fucking vette dingetjes we hier neer kunnen gaan zetten. Nou, kijk. Hier komt ons prachtige weapon rack. Dat hebben we sowieso nodig. Want we hebben een plek nodig waar we onze spulletjes neer kunnen zetten. Een explosive holder. Ik heb geen idee waarom, maar het klinkt leuk. Zo. Kijk, dit is daadwerkelijk een echte snackbar. Dus dat is cool. Zo, medicijnkastje. Ook altijd handig. En ons huis zal ons huis niet zijn als we niet op zijn minst een bed neer konden zetten. What the fuck heb ik nodig voor een bed? Wat zijn dat voor dingen? Konijnenpelt. Oeps. Ik had gezegd dat ik geen konijnen ging vermoorden. Toch moet ik het nu doen, want anders is mijn huis nutteloos. Sorry. Arrow basket. Awesome. We kunnen een arrow basket maken. Daar kunnen we onze pijlen in bewaren. Dat is cool. Die zetten we zo daar. Zo. Een mooi nachtlampje erbij. Ik heb een fucking plantenbak hier. Geen idee, maar waarom niet? We flikkeren gewoon alles in het huis. En het wordt awesome. We hebben natuurlijk wel iets nodig om ons eten in te koken. Dus een fire pit is wel op zijn plaats. Ah, kijk. Ons prachtige huisje, jongens. Oké. Dan gaan we even MTV Cribs doen. Want ik moet alles natuurlijk nog in elkaar zetten. Het moet nog gemaakt worden. Daar gaan we de spullen voor verzamelen. Maar dan kom je hier binnen en dan heb je hier dus de prachtige fireplace. Dan heb je hier onze snackbar. Daar kunnen we dus onze etens en zooi op, kunnen daar op storen. Dat is fucking handig. Medicine cabinet. Kunnen we dus meer medicijnen verzamelen en hier opslaan. Dat is heel handig. En hier kunnen we onze pijlen in bewaren. Dat is arrow. Dus dit is eigenlijk allemaal storage. Hier kunnen we allemaal spullen in bewaren. Dan hebben we hier ons wapenhoekje. We hebben hier een weapon rack. Daar kunnen we wapens op bewaren. Ik heb geen idee, maar we kunnen het erop bewaren. En hier kunnen we explosieven op bewaren. Dat is fucking awesome. En waarschijnlijk niet heel slim om hier thuis explosieven te bewaren. Maar oké, waarom niet? Weet je, dan hebben we hier natuurlijk ons bed met ons prachtige nachtlampje ernaast. En daarnaast is een planting ding. Daar kan ik dingen planten. En dat is fucking cool. Want daar kan ik dingen binnen planten. Dat is cool toch, of niet? En dan gaan we dus buiten. Gaan we dus al deze storages gaan we nog eventjes neerzetten. Zodat we meer dingen op voorraad kunnen maken. En dan kunnen we eindelijk eens een keertje vooruit werken. En dat gaat een hoop schelen. En die dingen die komen allemaal hier zo te liggen. Want dat vind ik wel een mooie plek daarvoor. Natuurlijk eerst een mooie lockholder maken hier zo. Zo. Ik vraag me af hoeveel locks ze in kunnen. In zo'n lockholder. Ik zag hier trouwens een stukje armor wormen. Dat is 1. En hier zag ik er nog 1. Dat is 2. Huppa. Hey, en daar gaat nummer 3. Wacht maar, jongen. Ik doe even mijn armor aan. Dan kom ik je even een klap op je smoel verkopen, oké? Okay? Maar hij doet niks. Hij ziet me niet eens, lijkt wel. Ben ik onzichtbaar? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Maar ik moet hier nu eventjes wat eten gaan maken, want mijn kampvuur daar is nog niet klaar. En ja, ik heb de spullen dus nog niet. Nom, 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 nom. Oh! What the fuck happened? Stond ik in de fik of zo? What the fuck? Oké. Wacht, ik ging jou even een klap op je smoel verkopen, of niet dan? Ja, moet ik wel even doen, hè. Jij bent een rare. Ga eens dood, wil je? Nee, niet zo hard schreeuwen. Daar komen je fucking vriendjes. Daar hou ik niet van dat je vriendjes komen. Ben je dood, trouwens? Ik loop wel heel mooi weg, maar ben je echt dood? Ja, je bent behoorlijk dood. Top.
Even kijken wat we nu precies gaan doen. Want dit moet natuurlijk... we gingen dingen maken om dingen in te zetten. Kijk, want die lockholders wil ik er denk ik een paar meer van hebben. Zo. Als ik die dan naast elkaar neerzet. Kijk, dan heb ik er 3. Dat is denk ik mooi. Dat is goed genoeg, denk ik. Dan wil ik wat stick collectors. Daar zo. Kijk. Oh, dat zijn er weer andere. Dat vind ik wel wat minder. Maar dat maakt niet uit. Kijk. Sticks hoeven niet zoveel van te collecten, denk ik. Dus ik denk dat een stick collector en een stone collector, dat we dat met 1 kunnen doen. Maar die logs zijn denk ik wel handig om daar wat meer van te hebben. Zo, stone collector. Huppakee. Nu hebben we een hele hoop sticks nodig om dit in elkaar te zetten. Waar ga ik zo fucking veel sticks vinden? Dat wordt vrij lastig. Maar ja, weet je, we gaan er gewoon voor. Fuck it. Oeh, hier kan ik denk ik wel wat stickjes uithalen. Huppa, geef maar. Dank u wel. Hier liggen de sticks trouwens voor het oprapen. Dat is chill. Squirrel! I'm the king of the squirrels! Markiplier referentie. Ik heb het squirrel gedood. Dat was blijkbaar niet echt nodig, maar oké. Oh, ik kan niet meer sticks oprapen. Jezus. Bambi! Bambi, kom. Kom dan, jochie. Bambi. Doe je niks. Sla je alleen met een bijl op je smoel. Meer doe ik niet. Weet je, laten we beginnen met het bed afmaken trouwens binnen. Ik denk dat dat slimmer is als dat af te maken eerst. Want dan kan ik slapen hier. Dan heb ik die boomhut tenminste niet meer de hele tijd nodig. Wat hebben we hiervoor nodig? Heel veel sticks. Oh, nog 7. Oké. En dan hebben we rabbit skin nodig. Dan zou ik toch rabbits moeten gaan vermoorden. I'm sure, Digoon. Het spijt me zeer, maar het zou echt moeten. Het zijn er maar 4. Het zijn 4 rabbits die geofferd moeten worden aan, aan de grote rabbitgod van Cortex. Ik doe het liever ook niet, maar het is niet anders. Oké. Dat was het geluid van de wind wat ik eventjes hoorde, waar ik van schrok. Maar dat was een beetje aan het haperen. Het was een beetje aan het laggen. Dus dat was in plaats van... Was het... Klonk best wel grappig. En ook best wel eng tegelijkertijd. Waar had ik nou die gigantische stok gesloten? Oh, hier zijn nog meer gigantische stokken. Hoppa! Kijk, die gigantische stokken, daar krijg ik gewoon heel veel stokjes uit. Weet je hoe chill dat is? Maar ik ga toch naar huis nu, want het begint echt nacht te worden. En die moet gaan slapen. Volgens mij hebben de konijnen gehoord dat ik 4 konijnen ga offeren. Ze zijn namelijk nergens meer te bekennen. Eerst liepen de konijnen hier echt non-stop. En nu zijn ze nergens meer te bekennen. Oké. Nou, gaan we nog even een nachtje hier slapen. We gaan nog geen nachtje hier slapen. Ik moet nog even wachten. Weet je, dan gaan we alvast eventjes 7. Dat kan nooit kwaad. 7 kan nooit kwaad. En toen was het alweer morgen. Kijk, wat een prachtige morgen is het ook weer. Hè? Geen eten, ik heb geen drinken, maar het is een prachtige morgen. Zo. Dan kan ik dit. Kijk, want ik ga nu eerst even de dingen doen die ik echt nodig heb. Zodat ik eigenlijk zometeen niet meer dat boomhutje de hele tijd in hoef. Wat ik nu weer moet doen, want ik moet weer koken. Want ik was vergeten dat ik geen Snickers meer heb. Hè? Ja. Yo, ik heb even genoten van een heerlijk maaltje. Lekker ontbeten met vlees. Gezondste wat je kan doen, echt waar. Ik ga op konijnenjacht. Het is niet anders, jongens. Het spijt me ten zeerste, maar die konijnen, ja, ik heb ze gewoon nodig. Bunnies. Ik heb jouw stokjes ook nodig. Geef me die stokjes gewoon. En steentjes kan ik ook best wel gebruiken. Ben jij? Nee, je bent een stukje armer. Maar dat is ook goed. Vind ik ook fijn. Dankjewel. Oh, lekker vlees ook meenemen, want daar heb ik al wat flink wat van gesnoept. Ik zie een bunny hier. Sorry, bunny. Het spijt me ten zeerste. Maar ik heb je vel nodig. Dat was Bunny 1. May he rest in peace. May he live in pieces. Ah, shit. I startled a bunny. Ik moet echt leren jagen in dit spel. Sorry, Bunny. May he rest in peace. And all hail for our fallen brethren. Sorry, Bunny. Spijt me. Het spijt me. Het spijt me echt. Oh, kut. Een fucking leger daar. Shit. Laat me op zijn minst mijn fucking huis bereiken. Kut, ze hebben me gezien. Ze hebben me gezien. Fuck. Rennen, Jan. Rennen. Run, baby, run. Run, Forrest, run. De Forrest, snap je? Ja, kan ik ook zeggen. En tot ziens. Ga op slot, dankjewel. Oké, this is fucked up. Ik kan hier niet slapen nu. Nee! Weet je, we gaan nog eventjes mensen op hun bek slaan. Met hoeveel zijn jullie? Hallo.
Wat zijn we daar beneden aan het doen? Doe dat eens even niet. Ja, we gaan hem weer afsluiten in full on YOLO swagger. Eerst gaan we even ons beltje lekker in de fik steken. There we go. We gaan deze aflevering weer lekker afsluiten met een paar goede raken tikken op al hun muilen. Ik ben trouwens vergeten dat ik heel veel meer armor heb nu en dat ik dat aan kan trekken. Dat ik dus iets veiliger ben. Je staat de verkeerde kant op, lul. Dat is toch niet slim? Zorg er alleen maar voor dat je makkelijker op je smoel kan slaan. Ja, wat had jij dan? Hè? Wat had jij dan? Ja, spring maar weg. Hè? Met je make-up. Hier! Holy shit! Nee, we gaan mij niet slaan. Ik doe het slaan hier. What the fuck? Ben je nou dood of niet? I honestly don't know. Oh, daar staan er nog meer. Weet je, fuck it. Die komen de volgende keer wel. Die komen allemaal de volgende keer wel. Ik... Wat maakt jij een mooi sprongetje? Yes. Weet je, beste gamefans, ik ga het hier gewoon bij laten. Die gasten die komen de volgende keer allemaal wel. Vonden jullie het nou een leuke aflevering? Laat dan vooral even een like achter. Ben je nog niet geabonneerd op ons gamekanaal? Doe dat dan vooral even door op de rode knop onder het filmpje te klikken. En dan zie ik jullie gewoon weer lekker terug de volgende keer bij een nieuwe The Forest hier op Cortex Gaming. Dan gaan we waarschijnlijk die randebielen op hun smoel slaan. Gaan we eindelijk eens een keer ons huisje afmaken. Kan je me even uit laten praten? Ik ben tegen de mensen aan het praten, niet tegen jou. Stil! En dan gaan we gewoon lekker ons huisje afmaken. En dat komt allemaal de volgende keer. Maar voor nu, beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!